De haring is binnengekomen, de nieuwe. En we hebben nu een vrachtwagen uit Denemarken, die zijn we aan het lossen. Die is vorige week verwerkt. En die is in emmers gepakt in Denemarken en daar ingevroren. En nu lossen we de vrachtwagen. Want het is heel normaal dat de haring met een vrachtwagen komt? Ja, dat is al decennia aan de gang. Sinds de sluiting van de Noordzee zijn de Nederlanders naar Scandinavië gegaan om daar maatjesharing in te kopen. Tot dan toe waren dat eigenlijk alleen maar haring die voor de vismeel werd gebruikt. Dus de Scandinaviërs waren al heel verbaasd toen die Nederlanders daar ineens veel geld voor kwamen geven. Ja, de nieuwe haring is gearriveerd. Hij is uitstekend van kwaliteit. We hebben echt een uitzonderlijk jaar. Mede waarschijnlijk doordat we het seizoen een weekje later hebben laten starten. Zodat de haring wat nog meer tijd heeft om zich vol te vreten. En dat heeft nu zijn vruchten afgeworpen. En wie weet heeft het de warme winter er ook toe bijgedragen. In ieder geval, wat wij allemaal binnenkrijgen, is echt... heel erg goed van kwaliteit. Dus iedereen die van haring houdt, die kan zich verheugen op een heel mooi haringjaar. Waar we hier nu staan, dat zijn de diepgevroren pakken die we uit Noorwegen hebben gekregen en die wij hier in Scheveningen zelf kaken en verwerken. Het is nu eerste Pinksterdag. Wij gaan vannacht ontdooien en morgen gaan we kaken, zodat ze nog even kunnen rijpen en ze daarna fileren en daarna gaan deze kwaliteit haringen naar Duitsland toe. Op eind mei hebben we de eerste goede verwerkingen gedaan in Noorwegen en in Denemarken. En vanaf dat moment, het is eigenlijk vanaf het moment dat het schip aan wal komt, is alles in Nederlandse handen. We zijn zelf met eigen mensen in Noorwegen en in Denemarken aanwezig. En vanaf het eerste moment tot het laatste moment van de verwerking. Verwerking betekent kaken, sorteren, zouten. Zijn onze eigen mensen daar mee betrokken. Ja, het is echt Nederlandse nieuwe haring. Vandaar dat het ook nog steeds net zo Nederlands is als dat het de afgelopen paar decennia is geweest. Deze kist is dan klaar voor de schoongemaakte voor Duitsland die we dinsdag gaan fileren. Dus dat is de volgende stap in het proces, is het fileren. Ga eens even in de diepvries zetten nu.